Het gaat om de kruising van de Koninginnelaan en de Herenstraat, waar het doorgaande verkeer een haakse bocht maakt. Voor fietsers is een fietsrotonde gemaakt, waardoor fietsers altijd voorrang hebben, maar dat hebben automobilisten lang niet altijd door. Ik kan dat wel verklaren, ik kan het begrijpen. De automobilist die vaak te veel geneigd is om zijn gaspedaal in te trappen, die kan hier vloeiend doorrijden en dat zou je niet moeten hebben. En ook de dode hoek die je hebt als je van de andere kant komt, is een probleem. Dan is het heel moeilijk om die fietsers te zien. Je zit als het ware met de fietsers in een dode hoek. En het wegdek is ook zodanig dat het gewoon een doorgaande route lijkt met asfalt. Het attentiewaarde is daardoor ook onvoldoende. Dus ik kan me voorstellen dat daardoor ongevallen gebeuren. In de anderhalf uur die we vandaag bij het kruispunt zijn, zien we regelmatig bestuurders die door hun snelheid de indruk wekken dat ze niet zien dat ze geen voorrang hebben. Maar buurtbewoners zien ook niet allemaal waar het gevaar zit. Ja, ik dacht op zich dat het een goed idee zou zijn dat hier zo'n fietsrotonde zou komen. Maar op de een of andere manier blijft het onveilig inderdaad. Ja, ja. Omdat hetgene waardoor het onveilig is niet direct zichtbaar is. De winkeliersvereniging van de Herenstraat is vanaf het begin tegen de herindeling van dit kruispunt geweest. En de voorzitter daarvan zegt nu, ja, ik wil niet me gelijk halen over de ruggen van de verkeersslachtoffers, maar het is wel duidelijk dat de gemeente hier aanvullende maatregelen moet nemen. En volgens de deskundigen is dat met een paar simpele ingrepen te doen. Het fietspad moet ietsje verder ervan af liggen. Er moet wat meer attentiewaarde zijn. En ja, ik vind het jammer dat ze doorgedrogen asfalt gedaan hebben. Er zou even een andere bestrating moeten zijn. Of dat ervan komt is afwachten. De verantwoordelijk wethouder is met vakantie.